Hallo, ik ben moe. We hebben vandaag meer dan 100 dozen moeten uitpakken met allemaal nieuwe garens, bestaande garens van ons eigen huismerk, de Papatja. Alle kleuren Papatja Batik zijn weer binnen, maar ook deze nieuwe beauties zijn binnen. Die wil ik toch even graag met je laten zien. Het is ondertussen al heel laat na sluitingstijd op dit moment, maar dat kan je niet zien, want het licht brandt hier gewoon nog. Maar toch wilde ik je even laten zien wat voor mooie nieuwe garens we hebben binnengekregen. Ik ga beginnen met de Papatja Angora Cake. Die is al bekend, want daar hebben we vorig jaar een aantal kleuren van binnengekregen. Die zijn er nog steeds. Maar er zijn 8 nieuwe kleuren bijgekomen. En daar zijn we eigenlijk hartstikke blij mee. Dus ga ik je even stuk voor stuk laten zien. Ik ben zelfs gewoon nog een beetje buiten adem. Van al die dozen heen en weer sjouwen, de vakken vullen, samen met mijn collega's. Maar ik ga je ze toch even laten zien. Ik ben gewoon hartstikke enthousiast over die bollen. De eerste. Wat ik al zei. Papatja Angora Cake. Nee, het is niet van die konijntjes. Helemaal niet. Van de angorigheid. Dus wees daar niet bang voor. Het is allemaal netjes wordt het geschoren en gedaan, zeg maar. De Papatja Angora Cake is een bol van 200 gram. Kan je hier ook zien. 1100 meter zit erop. 20% wol en 80% acryl. Prikt niet. Het haakt heerlijk weg. En met die 1100 meter kan je dus echt gewoon een mega grote omslagdoek maken. Als je dat zou willen. Dit is een van de nieuwe kleuren, 614, staat hier ook op, heet grey, ja, hoe kan het ook anders, 50-20 grijs zie ik hier zo. Dus dat is de Papatja Angora Cake kleur 614, een van de nieuwe. Dan de volgende, deze ken je misschien ook wel een beetje, net als die andere, want dit kleurverloop hebben we ook in de Papatja Batik. Dit is namelijk kleur 615, de kleur rust. Blauw tinten, met een beetje grijs, met een beetje beige. Ja, gewoon heel mooi. En ik zie trouwens op het etiket dat ook één bol genoeg is voor het maken van een trui. Dat leg je maat bij, maar goed. Ik maatje 40-42 zou voldoende moeten zijn. Dus dit is ook het nieuwe 615, de kleur rust. Deze is op zich ook al bekend, want die zit ook in de Papatja Batik. Hè, dat is kleur 35 bij de Papatja Batik. De kleur Timberland. De kleur Timberland heeft eigenlijk altijd goed gedaan, dus ik ben ontzettend blij dat hij nu ook in de Papatja Angora Cake zit. Mooie herfsttint eigenlijk, moet je nu niet helemaal aan denken omdat het buiten gewoon hartstikke lekker weer is. Maar goed, het zijn wel hele mooie tinten die je eigenlijk heel het jaar door kan dragen. Bordeauxrood, wat paars, wat beige, een beetje een grijs tint. En zo loopt hij langzaam over van de ene naar de andere kleur. Dat is dus kleur 612, de kleur Timberland. Nou, dat zijn dus... kleuren die je al reeds eerder hebt kunnen zien in de Papatja Batik range. Dan een nieuwe kleur. Dat is de kleur 610, de kleur taupe. Het zijn namelijk verschillende kleuren bruin die erin zitten. Heel klein beetje ja, crème gelig-achtig met wat grijs en verschillende tinten bruin. Ik denk dat dit een hele mooie combinatie is. We hebben hier natuurlijk nog geen voorbeelden van. Want het is echt gewoon, ze zijn eigenlijk al nog bijna heet, want ze zijn net de doos uitgekomen. Zo nieuw ze zijn. Dus heb je zo'n bol besteld in, ga je er wat van maken? Laat dan even een foto zien bij ons op Facebook, op Papatja. Of op de Crochet Studio, of gewoon even een fotootje posten, zodat we ook kunnen zien wat jullie met al deze mooie bollen maken. 610 is dus een nieuwe kleur, en die heet gewoon heel simpel, taupe. De volgende. Een hele vrolijke is dit, genaamd Curaçao. Moet er ook echt wel een beetje aan denken. Hè? Mooie zeetinten zitten erin, wat groen, dat turquoise wat erin zit. Wat donkerblauw wat er ook in zit. Echt een hele mooie frisse bol. Hou je van frisse kleuren, dan is dit ook echt een kleur voor jou. Het is namelijk kleur 609, de kleur Curaçao. Wat hebben we hier? Oh, dit is ook een beauty zeg. Kleur 611. De Inca. De Inca hebben we ook in de Papatja Batik. Alleen deze is net even iets anders. We hebben hier net even wat andere kleuren in de fabriek doorheen gedaan. Heel rustig. Een beetje oranje zit erin. Een beetje petrol. Een beetje okergeel. Heel donker paars. Wat roze zit erin. Hele mooie rustige kleuren. En heel langzaam loopt het dus over van de een naar de andere. Dat is kleur 611. De Inca. Heb je hem gezien? Inca. Een hele vrolijke weer. Dat is deze. Dat is kleur 608. Heet ook carnaval. Nou, met al die kleuren heb je ook zin in het carnaval. Zomercarnaval, het gewone Braziliaanse carnaval. Maakt me niet uit. Je kan deze overal bij aan. Carnaval. Prachtige rostinten. Blauw, paars, zalmachtig. Mintgroen zit erin. Donkergroen zit erin. Fuchsia zit erin. Echt een van de vrolijkste bollen die in de Papatja Angora Cake
zitten. 1100 meter, hè, vergeet het niet. 1100 meter, wij haken hem op 4,5 en soms zelfs op 5, zodat hij lekker luchtig valt als je ermee gaat haken. Ik zie trouwens ook dat hij op de breimachine kan. Dus heb je nog een breimachine thuis? Probeer eens zo'n bol. We zijn benieuwd wat dat eruit komt te zien. Nieuwe kleur, 608, de kleur carnaval. En de laatste in de rapportje Angora Cake is de kleur 613. Autumn heet hij. Mooie herfsttinten. Met wat okergeel erin, wat zalm, wat koraalachtig, wat geel, wat bruin, wat koper. Echt gewoon hele mooie, warme tinten. Dus ben jij een herfsttype, of zijn dat juist de kleuren die bij jou passen, dan is dit de bol die bij jou past. Oftewel, kleur 613, de kleur autumn. 1100 meter, nou de 4, 4,5, 5 wat je wil. Wil je zo'n bol bestellen bij ons op de webshop op www.perapasha.nl en je hebt zoiets van, kan je alsjeblieft een patroontje meesturen? Geen probleem. Laat het even bij de opmerkingen weten en dan sturen we een leuk patroontje mee. Doe je dat niet, dan kunnen we hem altijd daarna nog een keer sturen als je bedenkt. Dat is ook geen probleem. Op onze blog trouwens, op perapasha.nl, kan je ook heel veel gratis patronen terugvinden. Zeker de moeite waard om daar een keer een kijkje te nemen. Heel veel gratis patronen van sjaals, omslagdoeken, vestjes, etcetera. Maar ook al onze calls kan je daar terugvinden. Maar goed, ik dwaal een beetje af. Dit waren dus de 8 nieuwe kleuren op Apache Angora Cake. Die zijn vanaf nu verkrijgbaar op onze website. Perapasha.nl voor slechts 9,95 per bol. Had ik het nog niet verteld. 9,95 voor 1100 meter. Hoe cool is dat? Met zo'n kleurverloop. Papatje, Angora Cake. Dan nieuw. Of eigenlijk niet helemaal nieuw. Want we hebben 3 jaar geleden al een assortiment gehad. Maar dat waren niet zulke mooie kleuren. Is de gewone Papatje Angora. Dus eigenlijk het kleine zusje of broertje van de Papatje Angora Cake. Hier zit 1100 meter op. En hier zit 550 meter op. Er zijn totaal ook 8 nieuwe kleuren uitgebracht. De oude kleuren, die komen helaas niet meer, want die worden niet meer geproduceerd door de fabriek. Deze 8 nieuwe kleuren, daar ben ik eigenlijk heel erg blij mee. Ik vind ze eigenlijk stuk voor stuk allemaal mooi. Een paar zou je misschien weer bekend voorkomen, want die zitten ook alweer in de Papatje Batik collectie. Ook deze ga ik je even stap voor stap laten zien. Om te beginnen met de allervrolijkste, dat is kleur 37. Ja, rainbow. Alle kleuren zitten erin, van geel, oranje, rood, paars, blauw, groen. Eigenlijk de hele regenboog zit hier gewoon in. De perfecte kleurencombinatie om een regenboogsjaal te maken. 2 bollen heb je nodig voor het maken van een royale omslagdoek. Zelfde naalddikte als de gewone Papatje Angora Cake. Het is eigenlijk gewoon, ja, ze horen bij elkaar, maar toch ook weer niet. Dit is dus een van de nieuwe, kleur nummer 37, de rainbow. Een hele mooie, ontzettend, helemaal nieuw, splinternieuw, zit niet in de Papatje batik, is de kleur nummer 60, de marshmallow. Er zit roze in, maar kijk eens wat voor mooie petrolkleur hier aan de binnenkant zit. En die bruintint, ik ben ontzettend benieuwd hoe deze gaat ophaken. Ik denk dat dit een van mijn favorieten is, ik zie er nog eentje, die ga ik je zo ook laten zien. Dat is dus de kleur nummer 60, de marshmallow. Ik ben heel benieuwd wat jij hiervan zou maken. Dus laat het ook even hieronder weten in een reactie. Als jij deze kleur zou hebben of zou krijgen of misschien wel zou winnen een keertje. Wat zou jij van deze kleur maken? Laat het hieronder even weten. Ik ben benieuwd. Dat is dus kleur nummer 60, de marshmallow. De volgende. Deze is bekend. Deze kleurencombinatie, dat is de kleur Mystic, hebben we ook in de Papatje Batik. De Papatje Batik is 100% premium acryl met 360 meter op een bol. Die is er nu dus ook in de gewone Papatje Angora. Ook niet met die konijntjes, heeft er helemaal niks mee te maken. Dus laten we dat even los. Kleur 38, mooie zachte tinten met blauw, een beetje petrolgroen, koraal wat erin zit. Kleur 38, de kleur Mystic. Ik heb stiekem hier opgeschreven hoe ze heten, anders kan ik het namelijk niet onthouden. De volgende. Deze vind ik namelijk ook ontzettend mooi. Dat is kleur nummer 81. Dat is de Mountain. De Mountain heeft turquoise, een beetje mintgroen met heel veel verschillende bruintinten zoals je hier kan zien. Ook weer dat petrol wat terugkomt. Je ziet heel veel petrol er tegenwoordig in die bollen zitten. Dat is dus kleur 81, de Mountain. Ik vind het een ontzettend mooie kleur. Hou je van blauw turquoise, dan is dit denk ik wel een optie voor jou. Ben je echt een blauw type, dan moet je naar deze, want dat is namelijk de kleur Lake, kleur nummer 83. Lichtgrijs naar wat donkerder, langzaam overgelopen naar 3 verschillende blauwtinten. Er zit trouwens ook nog crème in, zie ik, dus een heel mooi lang kleurverloop heeft deze. Het verschil tussen deze bollen is dat Papatje Angora Cake 1 heel lang kleurverloop heeft
En deze heeft een terugkerend kleurverloop. Dus de verlopen zijn wat korter dan de cake, zeg maar. Ik denk dat dit 2-3 keer voorbij komt in een bol als je daarmee gaat werken. Dus ja, dat is de kleur Lake, kleur nummer 83. De volgende. Dat is een hele vrolijke bol. Dat past eigenlijk ook een beetje bij dit jaargetij, gelukkig. Dat is namelijk kleur nummer 61, de Spring. Vrolijke, frisse kleuren, groentinten, roze-tinten, bloemenkleurtjes. Er zit ook al blauw in, die zit verstopt achter dat roze zoals je ziet. Wat lila zit erin. Hele zachte, lieve, een beetje pasteltinten die op deze bol zitten. Dat is dus kleur nummer 61, de Spring. Dan hebben we nog een bekende, dat is namelijk kleur 82. En kleur 82 is de kleur Secret. En de kleur Secret is ook terug te vinden in de Papatje Batik. Ja, dus die is bekend. We weten hoe die ophaakt. Alleen nog niet in de Papatje Angora hoe die ophaakt. Paarstinten, petrolkleur is die weer, die petrol. Ja, een prachtige bol. Doet het ontzettend goed in de Papatje Batik. En de laatste, dat is ook een bekende, dat is namelijk de Inca. Inca is 9 van de 10 keer altijd uitverkocht in de Papatje Batik. Maar die hebben we nu gelukkig ook in de Papatje Angora. Paars, groen, okergeel, wat roze, wat fuchsia zit erin. Dat is dus kleur 43. Dat zijn de nieuwe bolletjes. Zijn vanaf nu verkrijgbaar. Perrapasja.nl. Vind je het leuk? Ga zeker even kijken op de website. Er komen binnenkort allemaal leuke nieuwe gratis patronen die we nu hartstikke druk mee bezig zijn om voor te haken. Maar ja, ze zijn vandaag pas binnengekomen. Dus de ideeën zijn er. We gaan daar druk mee aan de slag. Dus je zal de komende periode heel veel van dit soort garen terugzien in onze patronen. Nou, ben je enthousiast? Perrapasja.nl en bestel je bollen. En nou, bedankt voor het kijken. Vond je deze video weer leuk? Laat het even weten. Abonneer je even op ons kanaal, Perrapasja. En nou, vond je er niks aan, dat mag natuurlijk ook. Maar vond je het echt heel leuk, geef dan even die thumbs up. Of laat even een reactie onder weten. Nou, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!